Breda Nu. Je weet het meteen. Ik spreek met Peter Elvissen, fractievoorzitter CDA. Er is nogal wat aan de hand met CDA Breda. Ja, ik ben wel eens op een prettige manier wakker geworden, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Als het gaat om de media. Ja, want er is een rapport uitgelekt over waar jullie naar de CDA-fractie wilden kijken van hoe functioneert het? Nou ja, dat is niet zozeer een rapport als wel een verslag. Wij hebben kort na het reces, dus het zomerreces, besloten om met elkaar in gesprek te gaan. Daar een externe bij te halen. Die externe heeft gesproken met alle fractieleden en daar is een verslag van gemaakt. Bijzonder jammer natuurlijk, want het zijn vertrouwelijke gesprekken. Iedereen heeft daar kunnen en willen zeggen wat hij vindt en denkt. En ja, dat gebeurt wel in meerdere organisaties, dus op zich is daar niks nieuws aan. Maar goed, het zijn wel vertrouwelijke gesprekken. Ja. En ja, wat ik bijzonder jammer vind, nou niet alleen jammer, maar wat heel erg pijn doet, is dat er iemand in je directe omgeving deze een verslag, dus een verslag van die gesprekken, doorgestuurd heeft naar de BN de Stem. En ja, dan ben je in mijn beleving ergens op uit. En ik vind dat bijzonder, bijzonder te betreuren. Want wat was de reden dat jullie dit onderzoek, onderzoek kan je het wel noemen, dat jullie dit zijn gaan doen? Nou, niet zozeer een onderzoek als wel. En dat gebeurt volgens mij in elke organisatie wel eens, dat je zegt van jongens, hebben we alle klokken nog gelijk staan? We hebben natuurlijk redelijk wat over ons heen gekregen als fractie zijnde. En wij vonden het in ieder geval nodig om daar eens met elkaar goed over te spreken. Nou ja, dat is wat gebeurd is. En het verslag van wat er nu is, dat is in feite iets voor de fractie om daar verder mee te gaan en daar ook verder met elkaar over te spreken. Ja, volgens mij niet zo heel spannend allemaal. Het is alleen wel jammer dat dit, dat verslag, nogmaals, wat er vertrouwelijk is, waarin mensen zich veilig gevoeld hebben om dingen, zaken aan de orde te kunnen stellen, ja, dat nu in één keer op straat ligt. Ja, dat is denk ik niet goed. En dat is ook mogelijk wel bedoeld om het CDA te schaden. En ja, als dat iemand vanuit je eigen omgeving is, dan begrijp je dat niet helemaal. Nee, want er wordt ook uitgelicht, met name de rol van fractievoorzitter. Raakt het je als het zo knal in de krant staat? Nee, wat me raakt is waarom dit bij de Stem ligt. Dat is wat mij raakt. Dat wat wij qua inhoud met een verslag nog met elkaar moeten bespreken, dat is ook nog waar de fractie nog even niets van vindt. Dat is een verslag wat opgeschreven is door een derde. Dat is door de fractie, moet dat nog besproken worden. Daar moet je dan ook nog het een en ander mee. Maar wat mij heel erg raakt is dat iemand, in ieder geval uit mijn naaste omgeving, waarmee ik misschien wel elke dag aan tafel zit, dit verslag naar de media heeft. Dus je vertrouwt nou, er is wel iets van een vertrouwens. Ja, het vervelende is alleen dat ik niet weet met wie. Met wie het is. Dus dat is gewoon, ik bedoel, we hebben gisteravond een fractievergadering gehad waarin wij de commissies geëvalueerd hebben, waarin we de raadsvergadering geëvalueerd hebben. En dan weet je gewoon dat daar dus iemand zit die de zaak gewoon aan het blazen is. En dat is wat mij heel erg raakt en wat me pijn doet. En waar ik natuurlijk, ik kom hier hoogstwaarschijnlijk nooit achter. Ik kom er niet achter. Ik zou het heel graag willen weten natuurlijk. Maar ik denk niet dat ik hier achter ga komen. Want hoe zijn de reacties vandaag? Ik heb ontzettend veel positieve reacties gehad. Van mensen die ook hier vanuit het stadhuis, maar ook van leden van het CDA, ook van leden van andere partijen. Die zich in elk geval, en dat is de rode draad, zich niet kunnen herkennen in dat wat er in de Stem is gepubliceerd. Dus dat is dan aan de andere kant wel heel. Specifiek over jouw rol. Ja, dat is dan wel hartverwarmend, zeg maar. Om dat dan te zien en ook te voelen. En hoe nu verder? Nou ja, dat zeg ik. Dit verslag, dat is aan de fractie. En de fractie gaat hier nog over doorspreken. En we zullen zien hoe we daar intern verder mee omgaan.
Maar goed, daar zijn wij nog niet aan toegekomen. Dus op de inhoud kan ik ook nog heel lastig en moeilijk reageren. Dus ja, we zullen zien hoe we daar verder mee omgaan. Maar nogmaals, dat zal vooral intern zijn.